wat vind jij van anonieme reacties? Daar ben ik tegen. En waarom? Dat heb ik al vaker gezegd. Het hele groot deel van het internet is anoniem, of althans van de social media. Daar, mensen die anoniem hun mening rapporteren, dat is geen mening. Nee, en we gaan ook niet meningen die anoniem zijn, nemen wij niet mee. Nee, daar gaan wij geen aandacht aan besteden. Het is gewoon Piet Jansen. Of Piet Jansen echt bestaat, dan gaan wij ook weer niet onderzoeken. Met z'n tweetjes, dat begrijp je ook wel. Maar we hebben graag dat Piet Jansen zich gewoon met zijn normale naam meldt. En niet als Napoleon uit Bunnik of andere geestigheden. Laat dat gerust. Als u te lullig bent om voor uw eigen identiteit uit te komen, zou ik zeggen, heb ik geen enkele interesse in uw opvattingen. Nou, er zijn wat luisteraars die daar wat ontstemd over zijn. Omdat die zeggen, wij kunnen ook als anonieme mensen kunnen wij hele waardevolle dingen zeggen. Dat zou best wel. Laat ze dan maar tegen iemand anders zeggen. Andere anonimie. Dus wij, want ik zal even kijken, er was wat discussie over. Onder luisteraars die zeggen van ja, wij willen eigenlijk wel dat onze standpunten meegenomen worden in die podcast. Maar wij willen niet onze naam. Dan worden ze niet meegenomen in de podcast. Kennelijk vindt u dat dan. Hoezo? Bent u bang voor uw eigen opvatting of zo? Denkt u dat ze doorgestuurd worden aan Mark Rutte? Denkt u dat we intensieve contacten hebben met de fiscale opsporingsdienst? Nee, dat hebben we allemaal niet. Wij zijn geheel zelfstandige opererende kletsmajoors. Ja, Fingerspitzengefühl, dat is de naam van iemand die dus ook anoniem reageert en die zegt van ja, je moet toch eigenlijk wel, als ik iets heel zinnigs zeg, moet je dat toch wel kunnen meenemen in de podcast? Nee, dat gaan we niet doen, Fingerspitzengefühl. Het is duidelijk dat hij niet veel Fingerspitzengefühl heeft, dat is wel duidelijk. Ja, hij zegt van er wordt hier vooral aangevuld op de podcast, dat is geen kritiek. En dat kun je toch wel meenemen. Zaken die zinnig zijn, die voeg je toe aan het gesprek. En andere zaken, die laat je gewoon weg zonder dat je de naam kunt noemen. Dat moet toch kunnen? Ja, waarom meldt Fingerspitzengefühl niet dat hij gewoon meneer Jans uit Bokstel is? Waarom doet hij dat niet? Is hij bang dat zijn vrouw meeleest of zo? Wat is dat? Wat zit er achter die rare neiging om jezelf te verstoppen op het internet? Houd dan je snavel dicht. Nou, er zijn mensen die zeggen, we zijn anoniem op het internet ook voor andere redenen. Maar welke andere redenen dat dan zijn, dat willen ze niet precies aangeven. Nou, laten ze dan eerst eens in een fijne linia uitleggen wat voor enorm goede redenen ze hebben om anoniem te blijven. Dat zou ik wel eens willen weten. Ja. We hebben hier Tony 1278. Dat ik ook geestig. 1278, ja. Dag Tony 1278. Geweldig. Bestempel je dat ook als anoniem? Dat is anoniem, ja. Tony 1278 is anoniem. Oké, en dan hebben we ook nog iemand heeft flinke kritiek. Dat is Supergroover. Ook ja, anoniem. Ook, ja, jammer Supergroover. Ongetwijfeld heeft u geweldig steekhoudende kritiek. Al heb ik alle vermoeden gezien uw bijnaam. Uit wat voor hoek de kritiek komt. En wat u al zo te melden heeft. En ik kan u eigenlijk bij voorbaat, zonder dat ik weet wat u te melden heeft. Al heb ik al het vermoeden dat het slap gelul is. En Green Dutch. Je ziet dat ik ook enorm vooroordelen koester. Green Dutch, dan weet je het ook al wel. Waarom Green Dutch of zo? Is die man Engelstalig of zoiets dergelijks? Waarom niet Groen Hollands? Ja. Green Dutch heeft dus ook kritiek. Die heeft kritiek op mij, zie ik. Maar dat is dus ook anoniem. Dus, ja, kijk, kritiek op jou, dat kunnen we wel hebben. Sorry. Maar goed, dus Green Dutch en 1278. Donder nou toch op, jongens. Kinderachtig gedoe, angsthazen, lulletjes te behangen. Maar als ze dus willen... Ik zeg toch ook niet dat ik... Hoe zou ik mezelf eens kunnen noemen? Of jij, wat denk je? Nou, dan moet je even een leuke naam bedenken. Bij jou doen we de Audi man. Ja, ja. Ja. En bij mij doen we maar gewoon weer de mopperaar. Ja. Wat zwarte ziel. Nee, we doen mopperaar 9095. Zou dat niet iets zijn? En een uitroepteken erachter. Ja. Ja. Oké, dus als mensen willen reageren, stuur je gewoon even een berichtje per mail. Zeker. En dan kunnen we het meenemen. Ja, nou ja, of per WhatsApp of wat ze voor andere kanalen benut. Maar ze gewoon maar hun naam geven, dan vind ik het prima. Ja.